Gefeliciteerd! Vandaag zijn we getuige van de geboorte van een nieuw meetinstrument, de Monitor Brede Welvaart van het CBS. Nog nooit van hoort natuurlijk, maar dat gaat veranderen. Het is een doortimmerd, gefundeerd overzicht van alles wat ons potentieel bezighoudt en gelukkig maakt. Geld alleen maakt niet gelukkig. Een cliché is er niet voor niets. Toch wordt de groei van ons land, van onze welvaart, altijd afgemeten aan het BBP, het bruto binnenlands product. Maar of je gezond bent, of je vaak in de file staat, of je lekker naar buiten kunt, dat zijn ook allemaal aspecten die meetellen, die bijdragen aan ons welvaartsgevoel. Part-time werken is zo'n voorbeeld. Het maakt heel veel Nederlanders erg gelukkig omdat ze zo tijd hebben om met hun kinderen te zijn. Maar in ons huidige meetinstrument, dat BBP, zie je zoiets niet terug. Het BBP, dat Bruto Binnenlands Product, is de totale marktwaarde van goederen en diensten. die binnen de grenzen van een land worden geproduceerd, meestal in een jaar tijd. En het CBS houdt dat voor ons bij. In de tijd dat het werd ontwikkeld, in de jaren dertig van de vorige eeuw, was het crisis. En zowel in de Verenigde Staten als in Europa ontstond toen de behoefte om te kunnen aantonen dat het vooruit ging in de wereld. Om de moed erin te houden, zeg maar. En daarom ontwikkelde Simon Kuznets destijds docent aan de Universiteit van Pennsylvania een model dat nu bekend staat als het BBP. En hij kreeg er zelfs een Nobelprijs voor. Maar goed, nu zijn we 100 jaar verder. En onze vraag is niet meer: is er vanavond eten? Onze vraag is nu: is mijn privacy wel beveiligd? Er is kortom meer te meten dan alleen maar geld. En dus vroeg het kabinet om een nieuw meetinstrument. En het is een combinatie van heel veel peilingen en metingen geworden. Het is bovendien pas de start. In de komende jaren kunnen we zien wat er verandert. En dat maakt het erg interessant. Nou goed, wat meet dan die brede welvaartsmonitor? Nou, heel veel. Allereerst de situatie nu. 21 indicatoren, verdeeld over zeven thema's. We zien gezondheid en milieu bijvoorbeeld. Werken, leren en samenleving. Allemaal zaken die bijdragen aan ons welbevinden, aan ons welvaartsgevoel. En allemaal moeilijk uit te drukken in geld. Maar belangrijk. En je kunt de politici nu al bijna horen: kijk eens hoe goed we scoren in waterkwaliteit of opleidingsniveau. Nou, er zit meer in dit nieuwe instrument. Om een inzicht te krijgen in de toekomstige welvaart van ons land voor de komende generaties, kijkt die monitor naar vier kapitalen. Nemen die toe, dan heeft dit een welvaartsverhogend effect op toekomstige generaties en ook andersom. Nou, onderscheiden wordt het economisch kapitaal, menselijk kapitaal, natuurlijk kapitaal en sociaal kapitaal. En dan wordt het al wat lastiger voor een kabinet om te pronken met resultaten. Want kijk je naar sociaal kapitaal, dan zit daar bijvoorbeeld in vertrouwen in instituties. Of bij het natuurlijke kapitaal dan zit daar in opgebouwde CO2-emissies. Ten slotte kijkt deze brede welvaartsmonitor ook nog naar de impact van onze economie op andere landen. Wat wij hier doen, heeft ook elders effect. De trends geven nu bijvoorbeeld aan dat wij in toenemende mate fossiele brandstoffen en biomassa uit de rest van de wereld betrekken. En dan biomassa uit de minst ontwikkelde landen in het bijzonder. Oeh, ai. Ja, dan rest de vraag wat de politiek met dit nieuwe meetinstrument, dit nieuwe kindje, gaat doen. Omarmen en grootbrengen. Nou ja, de Haagse bureaulades zijn diep zoals we weten en deze monitor legt meer bloot dan waar de politiek om gevraagd heeft wellicht.